Ik ben Jos van Zanen. Ik werk met chronisch psychiatrische cliënten. Veel mensen die psychotisch zijn of die in hun persoonlijkheidsdynamiek vastlopen. Als werktuigbouwkundige ooit in de verpleging terechtgekomen. Omdat ik niet goed wist wat ik wilde worden. Dus ik dacht van nou, ik ga de HBV doen. Ik heb toen de HBV gedaan. Uiteindelijk in de GGZ beland omdat ik de somatiek was voor mij te technisch. Daarna is de verpleegkundige specialist gekomen. Heb ik die opleiding ontwikkeld in de GGZ met een aantal mensen. Jarenlang opleider gebleven en ik ben nu aan het eind van mijn carrière ben ik aan het terugkeren steeds meer naar de werkvloer. Door mijn carrière heen zeg maar heb ik wel steeds een soort, als ik vaandeldragers boegbeelden zou mogen noemen, heb ik wel steeds andere boegbeelden gehad. In mijn begin, in mijn periode dat ik nog heel erg aan het zoeken was, dacht ik dat ik het alleen kon, zeg maar. En toen op een gegeven moment in het begin van die VS opzetten, kwam ik in aanraking met een wat oudere man. Peter Koopman heette die. En die man die bestond de kunst om overal aanwezig te zijn en aan de touwtjes te trekken zonder echt zichtbaar te zijn. En wat mij opviel is dat hij ontzettend verbindend was. En eigenlijk, ik las op dat moment veel boeken over leiderschap van Covey. En ik vond hem eigenlijk heel altruïstisch. Hij was eigenlijk heel erg bezig met andere positie te geven. En goed neer te zetten. En dat was iets wat ik niet had. Ik stond zelf altijd op de zeepkist en was altijd aan het strijden en soms ook aan het polariseren en ik dacht van ik wil leren milder te worden en te verbinden. Dat is niet altijd gelukt, maar ik heb daar wel een voorbeeld aan gehad van iemand die een tegenpool was en waarbij ik dacht van joh jongens, probeer milder te zijn in je oordeel naar anderen. Een van de stelregels die Covey zei was begrijp voor je begrepen wil worden, dus ga eens op die stoel van die ander zitten. En dat vond ik dat Peter Koopman buitengewoon goed deed. Als je wat later kijkt, als ik de vrijheid mag nemen om te kijken van ja, hoe heeft dat zich ontwikkeld in boegbeelden door de jaren heen, heb ik daarna heel erg leren waarderen Rob Bakker, dat was de directeur van die GGZ-VS. Dat was een hele authentieke man, ook een beetje een vreemde eend in de bijt, die alles zei wat hij dacht. Ook wel flink in de haren kon strijken, maar altijd ook met het doel om mensen beter te maken. Maar wat ik van die man zo bewonderde is dat hij heel koersvast was. Hij had een ideaal in zijn hoofd en met dat ideaal, dat moest bereikt worden. En als daar dan tegenslagen in waren, dan waren dat niet meer als rimpels in zijn ideaal. En nu in de laatste fase van mijn carrière ben ik veel meer bezig met andere posities geven en terugkijken. En dan bewonder ik eigenlijk al die mensen die afgestudeerd zijn. En ik vind het heel leuk om daar vooral naar te kijken. En ook gewoon hulp te vragen. Dat is wel heel leuk. Want bijvoorbeeld in farmacologie zie ik dat zij vaak verder zijn als ik. En dan ben ik aan het zoeken van hoe doe ik dat nou? En dan mag ik ze. Ik heb zo'n collega Chantal Onyx, die bel ik dan gewoon. Zegt, joh Chantal, wat moet ik nou doen? En dan zegt ze, nou dit of dit moet je doen. Ja, dat is echt geweldig. Dat zijn mensen die in jouw kielzog meegegroeid zijn en die nu verder zijn gekomen. En die ook gewoon, in mijn overtuiging, kan ik weer meer op de werkvloer en kan ik de cirkel rondmaken om leiderschap uit te dragen op die werkvloer. En zij dragen het vak verder uit en dat vind ik ontzettend mooi om te zien. Ik ben heel dankbaar in die 40 jaar die ik heb mogen meemaken en ik heb ook veel zien veranderen in het vak wel. Nou, fundamenteel anders, als ik naar de laatste trends kijk, dan denk ik de uitkomstmaten waren vroeger beter worden. Ik heb de raarste dingen gedaan. Ik heb medicatie verkocht onder het mom Impromen, onder het mom Improvement. Daar word je beter van, dus dat moet je nemen. Als een soort verkoper iemand motiveren om medicatie te nemen. Tegenwoordig ben ik veel voorzichtiger, denk ik, ben ik veel meer bezig met wat draagt bij aan een stukje geluk. Wat draagt bij aan een stukje groei en ontwikkeling. En lang niet altijd is dat beter worden. Heel veel mensen worden niet beter. Heel vaak is het ook gewoon dat mensen succesjes ervaren, een beetje zelfvertrouwen hebben. Ook gewoon eventjes uit die negatieve spiraal van dat er niks lukt. Dus dat vind ik wel echt veranderd. En ik vind ook veranderd dat daar waar ik vroeger ondersteunen van zelfzorgtekorten heel dienstverlenend klaar moest staan, moet ik tegenwoordig veel meer coachen met handen op mijn rug. Want stimuleren van zelfmanagement betekent doelvragen, betekent kijken wat kan iemand zelf en eigenlijk de goede vragen stellen om iemand in beweging te zetten. Wat vind je het mooiste aan het vak? Mensen laten omgaan met de gevolgen van hun ziekte. Zie ik ook dat je mensen in hun kracht mag zetten en dat je successen met ze mag boeken. Dat je erbij mag zijn, dat je familie kan laten groeien. En dat maakt het eigenlijk het mooiste vak van de wereld, want je bent er elke dag mee bezig en je ziet eigenlijk
dat je invloed mag uitoefenen. En uiteindelijk was het me daar allemaal om gedaan, ooit in het begin. Zeg maar.